Casper, we gaan naar jou. Want de documentaire Tegengif die is afgelopen week uitgezonden. Dat gaat met name over jou en jouw strijd tegen alvleesklierkanker. Kun je eerst eens uitleggen, waar zit de alvleesklier? Wat doet die? De alvleesklier zit in je buik, achter je maag. En de alvleesklier die is met name betrokken bij de suikerhuishouding. Dus die zorgt voor je bloedsuiker. En daarnaast helpt hij ook bij de spijsvertering. Met name de spijsvertering van vetten. Begint iedereen altijd te lachen. Maar vetten zijn natuurlijk heel belangrijk, omdat daar veel vitamines in zitten. En die moet je ook op kunnen nemen. Ja. En wanneer voel je hem eigenlijk? Nou, ik hoop dat je hem nooit voelt. Want als je hem gaat voelen, dan is het over het algemeen mis. Mm. Dus, en als je hem gaat voelen, dan heb je meestal last van rugpijn. Oké. Okay. En hoeveel mensen genezen uiteindelijk van dit type kanker? Ja, dat is helaas veel te weinig. Dat is ongeveer 5 tot 10% van alle patiënten. Ja. Dat is wel heel weinig. Heel weinig, ja. En jij bent, nou, zoals ik al zei, al jarenlang bezig met onderzoek naar tegengif, laat ik het zo noemen. Hoe ver ben je en hoe is er al iets? Nou, we zijn begonnen met de stichting, waar jullie ook aandacht aan geschonken hebben. Support Casper. Support Casper, ja, dat is natuurlijk geweldig. En daar hebben we nu inmiddels drie hele sterke pijlers op kunnen richten. Eén gaat over de virussen, nou, dat is de documentaire. Andere is dat we heel ver zijn met de dendritische cellen. En daarnaast maken we nu ook kankervaccins. Dat wil zeggen dat je gevaccineerd kan worden tegen je eigen kanker. Mm-hmm. Nou, dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Die staan nu allemaal in de stijgers. En die zijn we verder aan het uitbouwen. Ja. Fidan, jij vindt Casper een held. Waarom? Ja, je bent een held. Nee. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Ik heb er ook vaak over geschreven. Want toen mijn vader ziek werd in 2017. En hij had leukemie, bloedkanker. Toen wisten wij even niet waar we het moesten zoeken. Want het was heel lang onduidelijk wat er precies aan de hand was. Want hij ging in het ziekenhuis voor heel iets anders. En hij bleef ziek. En we wisten het gewoon niet. En mijn vader vooral had duidelijkheid nodig. En toen zijn wij op een gegeven moment voor een second opinion... is ons geadviseerd om een second opinion te halen. En wij wisten niet zo goed hoe of wat of waar. En toen kreeg ik dus de naam van Casper door. En toen heb ik hem eigenlijk persoonlijk benaderd om te vragen van... Nou ja, kan je ons helpen? Want wij weten niet waar we mee te maken hebben. En toen heeft hij zich daar met zo'n toewijding en zo'n... Ik word altijd emotioneel als ik dit vertel, maar zoveel liefde heeft hij zich daar mee, heeft hij met ons meegekeken. En we hebben daar zoveel aan gehad. En mijn vader is overleden, maar die duidelijkheid, de onzekerheid waar patiënten natuurlijk in zitten, en dat zie je ook in die documentaire Tegengif, prachtig. En daar werd ik ook heel emotioneel van toen ik het zag in de voorpremière. Je ziet dat hij mensen gewoon hoop geeft, duidelijkheid geeft en zegt waar het op staat. En ik weet nog dat je toen... Ik vind dat lastig, zeg ik nou je of u of je. Rotterdammer van het jaar werd. En ik vertelde dat mijn vader was toen al behoorlijk ziek. En toen zei hij, die man verdient alle prijzen van de wereld. Ja. Dus voor mij is hij gewoon Ik merk het helemaal aan. En ik zag in die documentaire een held voor heel veel mensen. Want ja, je hoeft het niet te doen, hè? En hij bleef vragen, hoe gaat het met je vader? Ja. En die toewijding, dat hoef je niet te doen. En jou raakt het ook, Rutger? Nee, zeker, zeker. Ook omdat ik heb thuis ook iemand die in de wetenschap zit. Die is nucleair geneeskundige. Dus daar gaat het ook veel over de bestrijding van kanker. Toen ik deze documentaire zag van Casper... ik wist al wel een tijdje dat Casper bestond. Maar deze documentaire die toonde voor mij wel aan... dat je inderdaad iemand bent die heel begaan is. Anders dan, want je zou zeggen van ja, dat is heel normaal, want dat ben je als arts. Maar de manier waarop je ziet hoe die omgaat met de mensen... Vind je dit ongemakkelijk trouwens, Casper? Klein beetje, of niet? Een beetje, hele lofzang, ja. En in die documentaire gaat het eigenlijk vooral over een virus. En dan zegt Casper ook, corona deed wat hij wilde. En wij en met dit virus willen, dat doet wat wij willen. Namelijk de kanker bestrijden. En het is wel echt, zou baanbrekend zijn als dat allemaal lukt. En in de documentaire zie je ook dat er wat obstakels zijn, zoals het RIVM, wat ook wel goed is, dat die er is. Hè. Maar waar ik van schrok, en ik heb dat zelf ook wel in mijn eigen programma's behandeld, was het zinnetje dat Casper uitsprak over de chemotherapieën. Dan zijn er dus 70% van de mensen die hebben daar helemaal niets aan. Aan zware chemo. Aan zware chemo. En 30% die hebben er wel iets aan. Ja. En met name de industrie, de farmaceutische industrie, weigert te onderzoeken of die 70% of dat wel nodig is voor die mensen. Of dat, om daar maatwerk van te maken. Met andere woorden, zo vatte ik het tenminste op, Casper. Als ze dat onderzoek niet doen, dan kunnen ze het gewoon aan iedereen verkopen. En 70%
70% wordt daar doodziek van. En die zijn dan zo ziek. En die krijgen eigenlijk een soort van het laatste zetje door die chemo. En 30% maar wordt geholpen. Terwijl als de industrie wel nobel zou zijn, dan zouden ze gewoon onderzoeken wie wel en wie niet. Ja, jij pleit eigenlijk voor een chemotax, heb ik begrepen. Klopt. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat de farmaceutische industrie 10% van alle inkomsten die ze delven aan de chemotherapie, dat ze die beschikbaar stellen voor het doen van onderzoek, zodat je over 5 jaar kan voorspellen, jij moet die chemotherapie, jij moet die chemotherapie, jij moet die chemotherapie krijgen. Ja, dus maatwerk, wat Rutger. Dat je echt maatwerk, maar nu moeten we dat eigenlijk allemaal uit onze eigen zak maar betalen. Dat is toch eigenlijk misdadig? Nou ja, misdadig is misschien een groot woord, maar... Nou ja, maar ik denk dat wel dat je onderzoeken. Ja, ik denk dat het echt van deze tijd is. Alleen wat je je goed moet realiseren is dat je de uitkomsten, die heb je niet volgende week. Die heb je over 5 jaar. Ja. En dat is heel vaak in Nederland, denk ik, het probleem. Dat we niet op lange termijn willen investeren. Is dat in elk land hetzelfde? Of is dat alleen in Nederland zo? Is dat in Duitsland anders of in Amerika? Nee, Duitsland, daar is het nog anders. En ik zou bijna zeggen nog erger. Hm. Omdat wij over het algemeen heel erg gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek wat gedaan is, wat bewezen effectieve chemotherapie is. In Duitsland kan je bij wijze van spreken geven wat je wil. En dat gebeurt dus ook. Dus je ziet dat de hoeveelheid chemotherapie die in andere landen gegeven wordt vele malen groter is dan in Nederland.